Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraatjes. Vandaag is een hele bijzondere dag, namelijk Yves is jarig. En je bent niet jarig geweest als je geen taart hebt gehad. Dus ik ga nu als eerst een taart voor Yves bakken. En willen jullie nou zien hoe ik dat ga doen? Blijf kijken. Oké, wat ga ik allemaal gebruiken met het maken van een taart voor Yves? Nou, als eerste een bakvorm. Daar kom je taart in. Dan heb ik rode appels en groene appels. Omdat ja, het is een leuk kleurverschil, dat staat straks leuk. Brood, dat is straks om het op te bouwen. Wortels, stroop en poedersuiker. Oké, dit is stap 1. Maak een bodem van brood. Dat is gewoon de onderlaag van je taart. Als tweede heb ik gewoon de hele bodem helemaal ingesmeerd met siroop. Zodat de bodem lekker goed aan elkaar plakt. En dan kan ik nu de eerste vulling erop gaan leggen. En dat doe ik met appeltjes. Zo, nu heb ik de eerste laag gedaan. En ik heb het gewoon helemaal rondom met appeltjes gedaan. En aan de binnenkant banaan. Nu gaan we verder met nog een laag brood. Dan weer siroop. En dan komt de top. Zo, zoals je ziet heb ik nu hetzelfde gedaan als in het begin. Gewoon weer een laag bovenop. En dat zie je ook bij taarten, bij echte mensen. Zie je gewoon ja, allemaal laagjes boven elkaar. En dit is ja, weer een nieuw laagje. En nu ga ik hem afmaken. En dat wordt gewoon de top van de taart. Dus die moet echt mooi zijn. Oké, jongens, hij is af. Ik moet alleen nog eventjes van die kaarsjes kopen die ik erin kan steken. En ik heb namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banaantjes. En dan kan ik allemaal kaarsjes insteken, want Yves is 7 jaar geworden. En dan gaan we nu op naar stal. Ik hoop dat Yves het lekker vindt. Oh, trouwens, zie je dit staan? Mortar en Cat. Ik heb kleine katjes, die kan ik jullie wel even laten zien. We zijn nu in de kattenkamer. Ik praat een klein beetje zachtjes, want daar liggen allemaal kleine baby's. Dit zijn dus allemaal kleine baby's. Die zijn lekker aan het slapen en aan het drinken. Je kan het niet heel goed zien, want het is donker. Maar kijk, deze kan je goed zien. Hoe leuk is die? Hallo, klein babytje. Kijk, en deze heet ook Jack, want ik weet niet. Hij was net zo lief als mijn paard Jack, dus ik heb hem gewoon Jack genoemd. Kijk, en daarachter zie je een zwarte. Die kijkt heel lief, die zie je ook niet zo goed. Die is net klaar met drinken. En de rest slaapt al een beetje. Gaan jullie maar slapen. Ik ga lekker naar Yves, die is jarig. Welterusten. Oké, dat is moederpoes, dat is Saar. Die zie je helemaal niet goed door het donker. Ja, doei Jackie. Doei Jack. Oh, die is lief. Dit is Max trouwens. Dit is een van mijn favorieten, die pak ik er even uit. Kijk, ik sta even hier. Kijk hoe leuk is deze. Hi baby Max. Oh, dit is Pantertje. Oh, nu hoort zijn moeder, hoort Max. Oh, Pantertje ontsnapt, dat is niet de bedoeling. Max, ga maar terug. Maxie. Ik moet naar Yves, die moet taart hebben, die is jarig. Ga maar terug naar je broertjes en zusjes. Kijk, dit is ook vet mooi, dit is Pantertje. Hi Pantertje. En doei Jack. Kijk, zo lief die buikjes. Vet lief zijn jullie. Geniaal hè. Ze zijn nu 3 weken en ze worden zo schattig. Ze worden zo cute. Kijk, ik ga hem gapen. En doen ze ook al een beetje met die pootjes, doen ze al een beetje spelen. Koetje, koetje, koetje. Dag Pantertje. Dag alle baby's. Dag Saar, de mama. Doei mama. We zijn inmiddels onderweg naar stal en ik heb mijn taart bij me, mijn rijkleding. Want ja, ik ga natuurlijk wel lekker rijden vandaag op het verjaardag van Yves. En ik ben zo benieuwd wat Yves van de taart gaat vinden. Misschien vindt ze mij helemaal niet lekker, want ik heb het voor het eerst met appelstroop gedaan. En ja, misschien vindt ze het niet lekker, maar ik denk het wel hoor. Met suiker en alles zit erop. Die taart is wel echt heel slecht, hè? Dus je mag hem nooit in één keer helemaal geven. Paard, ja, die kan heel snel colie krijgen of buikpijn van brood. Er zit best wel veel laagjes brood op. Dus ze krijgt maar een klein stukje. Maar ze vinden de andere paarden waarschijnlijk al super leuk. Want zoals haar vriendjes Fellow en Figo, die willen ook vast wel een stukje. Dus, let's go to stal. Oké, jullie weten dus dat Yves jarig is. Dat wisten jullie sinds vorige week maandag. En kijk wat er allemaal is binnengekomen voor Yves. Als ik jarig ben, hè, krijg ik misschien 10 kaarten of zo. Dat is toch niet normaal? Jezus, echt geweldig. En ik wou het allemaal op de stal hangen. Maar het is zoveel. Ik denk dat het gewoon niet gaat lukken. We gaan even een paar dingen langs. Kijk, dit vind ik echt zo mooi gemaakt. Gewoon echt heel knap.
En deze is ook echt heel knap. Lijkt net op Yves. Nou, en hier moest ik echt heel hard om lachen. Ik weet dat Yves een beetje dik is, maar zo dik. Maar ik vind hem wel echt heel mooi geworden, hoor. Echt heel knap gemaakt. Yves is er heel blij mee. Kijk, en hier stijgerende Yves. Dat heb je ook goed, ja, goed gezien, want Yves kan natuurlijk heel erg stijgeren. En kijk, deze ook echt zo mooi. Het is net Yves. Ook gewoon met die bles, weet je. Yves heeft echt van die streepjes bij die bles. En dat zie je er ook helemaal. Oh, en dit vind ik ook echt helemaal geweldig. Hartjes snoepjes. Super, super lief. En een Likit. Daar is Yves ook echt heel, heel blij mee. En deze helemaal ingezield. Super mooi. Deze ook mooi gemaakt. Deze ook met glitters. Nou, eigenlijk zijn ze allemaal heel mooi. Ik kan eigenlijk gewoon niet kiezen welke de mooiste is. Oh, het rosette, het logo hebben jullie heel mooi gemaakt. Dit is ook echt heel mooi. Gewoon een paard daarop geplakt. Snoepje, leuk cadeautje. Vindt Yves ook heel leuk. Oh, en deze met diamantjes. Super mooi. Ja, echt heel cool. Wat hebben we nog meer allemaal? Oh ja, deze. Kijk, deze is volgens mij dezelfde foto als die. En dezelfde foto als die. Oh nee, iets anders. Lijkt een beetje op elkaar. Nou, jongens, echt heel cool. We gaan Yves nu een taart brengen. Hé, hey, Yvesje, je bent jarig. Ja, hoe gaat het? Gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Gaan we vandaag rijden? Ja? Yves, ga ik een liedje voor je zingen? Happy birthday. De hele dag krijg je kusjes omdat je jarig bent. En allemaal lieve knuffeltjes. En alle kids hebben allemaal mooie dingen voor je gemaakt. Hoe cool is dat? Ik heb toch maar alle tekeningen wel opgehangen. Yves, je vindt ze ook heel mooi, hè? Ik moet alleen wel weer nieuwe slingers ophangen, want Yves heeft die allemaal opgegeten. Nou, we gaan eerst rijden, hè? Dan gaan we even lekker een verjaardagsritje maken. Heb je daar zin in? Ja, je kijkt wel blij. Hoe voelt het nou om 7 jaar te zijn? Ja, jij bent echt een verjaardag. Want weet je, wat zal ik jullie vertellen? Paarden hebben heel vaak geen eigen verjaardag. Als ze geen eigen baasje hebben, zijn ze allemaal op 1 januari jarig. Maar Yves, hoe is? Oh, oh, doei. Jij bent speciaal. Dus jij hebt gewoon je eigen verjaardag, want jij bent geboren op 15 mei. Ja, van jou weten we het. Stop eens. Hoi, stop eens. Stop eens. Stop. Yves. Yves wil niet stoppen. Gaan we rijden? Ja. Leuk, hè? Hoi. Zeg eens hoi. Yves heeft er echt zin in vandaag. Ja, dat is echt super, super goed. Yves is er helemaal moe van. Ik ga nog een kusje geven. Yves. Je mag wel jarig zijn, maar je mag niet alles doen wat je wil, hè? Kom, we gaan even uitstappen. Ja, leuk, hè? Nou, zometeen krijgt Yves alleen nog aan het einde een verjaardagstaart. En dat weet Yves, denk ik, want hij doet het expres heel lief. Ja, je weet gewoon dat je een taart krijgt. Oké, ik heb me even omgekleed. Yves, ik heb een taartje voor je. Omdat je zo goed je best hebt gedaan met rijden, krijg je nu je taart. Ja. Oké, ik zet hem even hier neer. Hé, hey, zit je nou die slinger op te eten? Dit is geen gras. Doe eruit. Dat mag niet. Kijk eens. Taartje. Ben je bang voor een taart? Lekker. Ja, pak eten. Eet je taart maar. Nee. Yves, waarvoor pak je nou dat happy birthday ding? Dat kan je toch niet eten? Dat is lekker, hè? Ga je me lekker smikkelen van je taart? Vond je het een leuke verjaardag, Yves? Lekker stuk brood. Oh, die taart is nu al helemaal verrot, Yves. Je moet ook uitdelen, hè, Yves. Als je jarig bent, moet je... Oh, bam. Nou, Yves staat altijd op de wei met... Figo. Ja, je wilt die taart terug, hè? Je wilt die taart terug, maar je moet ook uitdelen. Ja, kijk, hier is Figo.
En dat is Yves' beste vriendje. Dus die mag ook een stukje taart. Ja. Kijk, Yves is echt chagrijnig hoor. Hij wil echt zijn taart terug. Yves, je krijgt zo nog een stukje. Jij mag het laatste stukje. Gek. Kijk, Figo, lekker hè. Maar Yves heeft nog een vriendje. Fello, die wil ook nog een stukje taart. Ja, ja, ja. Iedereen mag een stukje. Oké, Figo heeft gehad. Nu krijgt Fello ook nog een stukje. Ja, want wij gaan altijd samen naar het strand. Dus jij krijgt ook nog een stukje van de taart van Yves. Lekker, hè? Oh, jij pakt meteen gewoon een heel stuk brood. Oh, je hebt het nu al op. Lekker, hè? Yves denkt nog steeds, ik wil mijn taart terug. Geef nu mijn taart. Ik heb honger. Fello, je mag hem niet helemaal opeten. Yves krijgt ook nog een stukje. Oké, nou ondertussen eet Yves het laatste stukje van de taart op. De rest op de grond gevallen. Dat krijgt ze ook niet, anders is het veel te veel. Dan het siroop en suiker en appels. Nou jongens, ik denk dat Yves een topverjaardag vond. Dankjewel voor het kijken. En tot volgende week maandag. Ik ga naar het strand met een vriendin van mij en haar paard Fello. Ben je lekker aan het wandelen, Yves? Fello, jij wordt het nieuwe vriendje van Yves. Lekker hè, Yves? Zo, Yves is de vrachtwagen uit en dan gaat ze altijd even in de paddock en dan gaat ze zoals je ziet meteen rollen.